naam is Edson Barbapapa El Sahbe. 48, co-owner, co-founder van Pata in Amsterdam. En we zijn nu in Waxwell. Wat eigenlijk met een soort, ik wil niet zeggen tweede huis is, maar dankzij Taco kom ik hier veel plaat halen. Vroeger was het gewoon, en dan praat ik dan gewoon 90er jaren, dan is het gewoon oké, kijken. En dan een paar platen pakken en dan luisteren. En dan soms ging je op de hoes ging je af. Of je keek op de achterkant, maar dat was ik gewoon te lui voor om die shit te doen. Weet je, en dan zeg je van oké, deze, misschien is dit dat, of dit klinkt bij dit. Maar tegenwoordig is alles makkelijker. En ik heb gewoon mijn Wikipedia heb ik gewoon bij me. Dan sta ik ook, ik zeg Taco, ik zoek dit. En dan zegt hij, oh ja, shit, ja, dat heb ik wel voor je. Oké, ik ga dat zoeken. Heb je dit nog niet? Of hij zegt dan, Ed, ik heb dit voor je. Nou, dan neem ik het. En met rapplaat is voor mij makkelijker, omdat ik gewerkt heb bij Fett. Ik was daar vanaf 97 of zo, tot 2000 zoiets. Ik weet het even nog. Maar toen was het, ja. Dus dat weet ik wel. En de meeste dingen die ik zoek, die heb ik allemaal wel. En als het echt een hele goede is, bijvoorbeeld Nas Illmatic album, ja, dat heb ik gewoon 6 keer thuis liggen gewoon, weet je. Ja. Als het echt ooit een keer kapot gaat, als de wereld vergaat, heb ik nog sowieso nog 1 of 2 liggen ergens. 2 sealed of zo, weet je, dat soort shit. Meestal als ik naar een stad ging, whatever, om schoenen te checken of whatever, ging ik ook altijd meestal naar de platenzaak. En dan gingen we gewoon diggen. En dan gingen we gewoon platen checken en whatever. En dan van, oh shit, dit en dat. Ik weet nog heel goed. Hadden we een keer, was ik in Maastricht, dat was een platenzaak, ik ben vergeten hoe die heet. Daar kwam ik een hoes tegen. Checken, en bleek dus bijvoorbeeld de sample van The Realist, Cool G Rap, Mobb Deep. Bleek dus dat, want het was het ding, was als je die track opzet, is die op 33 is hij heel langzaam. Dan gaat hij tung, 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 heel langzaam. En normaal gaat hij sneller. Gebruikte heel veel, kijk, hier van mijn kinderliedjes zit hier ergens. Gebruikte ik heel vaak. Vandaar de bijnaam Barbapapa, want die had ik Barbapapa plaat en die mixte ik dan erin of scratchte ik dan erin. Ja, en die tapes gingen best wel goed. Ik bedoel, de eerste tape verkochten we best wel veel. En toen weet ik nog heel goed, toen was het op een gegeven moment uit met mijn vriendin toen op dat moment. Toen ging ik naar Duitsland, toen een vriend van mij woonde daar. En ja, weet je, ik was gewoon verdrietig en whatever. En toen ging ik gewoon mixen. En maakte ik een tape. En die tape verkocht ik in Duitsland, in Bochum, aan een winkel. Geef aan mensen? Of... Ja, ik gaf zeg, ik maakte die tape. Ja. En toen had ik het idee, het wilde idee om het te verkopen aan een winkel. Ja, en ik kende een vriend die werkte bij een winkel daar zo, Brothers and Sisters, Jam. En ik verkocht die shit aan hem. Of zei van, yo, dit mag je hebben, maar ik wilde dit ervoor hebben terug. Toen zei hij, oké, cool. En die shit verkocht als een mogol. Op een gegeven moment kreeg ik boekingen in Dortmund en dat shit. Omdat, ja, dat was echt crazy. En toen vanuit daaruit kwam Stussy uit Duitsland. Die zei, yo, we willen jou ook een tape maken, Christmas tape. Oké, dope. Christmas tape gemaakt. Adidas, Duitsland. Yo, ik heb dit allemaal voor je. Dus dat was, ja, was op een gegeven moment big business. Je moet je ook voorstellen dat in die tijd, en dan heb ik het 80 jaar, was ook gewoon, had je ook tapes. Mm-hmm. En dan heb ik het niet over mixtapes of over whatever, maar gewoon radiotapes. Die werden dan getaped uit New York, dus WBLS of Kiss FM, met de reclames, et cetera. En dan 90 minuten cassettebandjes. En dan had weer iemand in jouw school of in jouw klas had die tape. Ja, en dan werd het ook doorgepaast en een tissue erin of whatever. En dan tape je het weer over, et cetera. En zo werden dan stop- en pause tapes werden dan thuis ook zelf gemaakt, want je dubbel cassette en dan, weet je, nummers die jij wou hebben. Ja, en ik ging je dan met dat, zeg maar, met die informatie probeer je dan bijvoorbeeld die plaat te zoeken of die track, omdat je dat geld niet had, dan kon je compilaties kopen. Daarom zijn compilaties best wel, toen in dat ding was belangrijk, omdat je gewoon heel veel tracks in één, terwijl, dan is het gewoon minder geld. Kijk, dit zijn bijvoorbeeld compilaties gewoon dan, weet je, boom. En dan heb je meteen heel veel tracks, maar ik weet niet of Taco is een serie, heet Electro. Kijk hier. Dit is Electro 12 dan. Nou, dan heb je allemaal tracks gewoon, weet je. Flash, Houdini, nou, dit soort dingen. Heb je allemaal MC Chill. Maar deze, als je dit opzet, is gewoon een mix.
Dus het wordt in elkaar gemixt en shit. Dat is crazy. Ja, dan had je dan elektro-eten met dingen. En had je dus hier, 86. Ja, dan een fest in de UK. Dat zou al die artiesten zouden daar naartoe komen. Ja, die shit was crazy. Maar UK was zeg maar ja, nummer 1 dan. En wij waren sowieso nummer 2 met import van rap music. Ik weet nog heel goed, we waren een keer in Philadelphia. En ik was daar en Rich Medina had me, was ik daar, whatever. Maar hij moest allemaal shit doen, dus ik was met een andere boy van hem, Tone. Tone is mijn guy. En we gaan allemaal shit doen de hele dag, whatever. Bla bla bla, we drinken, eten, boom boom. Nu gaan we naar een bar. Ze komen in die bar, boom. Maar die bar is plek. Hij zei, yo Ed, maar je bent toch een DJ? Ai, je gaat nu draaien. Boom. Ik zei, yo, what the fuck? Maar het was zo dope, want je werd op de spot ja, gezet. Op de spot, dat je hebt getest. Ja, yeah, basically that. En het was best wel dope, want zeg maar de in-crowd was er. Dus weet je, gast van de roots. En anywhere, gewoon, weet je, Philadelphia shit was daar gewoon. Het was gewoon een soort de duivel, maar dan daar. En dan moest je opeens... En opeens moest ik daar spinnen. En het was zo dope. En ik spin dus, ja, gewoon dope, want ik... Gelukkig had die gehad, gewoon platen die je kende. Ja, maar ja, in principe, ja, maar het was gewoon hip-hop shit. Ja, dus ik kende al die shit. Dus ik had al, en ik ging gewoon in de mix en een beetje cutten en een beetje dit en dat. Dat na afloop gaan ze van, yo, dope, yay, die shit. En toen kwam je naar me toe en zei, oké, cool man, je bent, zo, je kan klaar, maar. Ja. Ik vind het nog steeds gewoon lekker met platen draaien. En ook het feit gewoon, sorry dat. Met Serato en zo. Het is wel dope, hè? Het is echt de shit. Ik bedoel, technology is de shit. Je kan het niet knocken. Ik vind het echt heel tof. Maar ik hou ervan om wat te drinken en gewoon te chillen als ik gewoon aan het draaien ben. Ik kom gewoon om te feesten. Ik kom niet echt om. Het is niet mijn job. Nee, snap je? Ik ga niet met. Ja, ik kom gewoon, weet je. Dus, en als ik gedronken heb, ik doe die dingen open. Dat heb ik een paar keer gedaan. Ja, dan zie ik te veel shit, man. Ik zie te veel, ik denk met platen schaffen. Oh shit, dit, oh dope. Bo, 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 en boom, boom, gaan. Lekker gaan, gewoon. Nieuwe plaat, Rock Machano. Shit is crazy, ja, man. Ja, yeah, shit is dope. Vroeger natuurlijk was hij de weedman van Busta Rhymes, zoals hij is. Flip mode en zo. En toen later is hij dan UN. Hij heeft nog wat heeft hij een track gedaan? Zelf zo'n joint. Een van zijn eerste EP's. En toen op een gegeven moment kwam hij met zijn soort Godfather-style pimpelicious shit. En die shit is crazy. Maar hij is al een oude guy in the game, zeg maar, al een tijd. Hij liep alleen, hij heeft zijn doel, zeg maar, gepaid als fucking the weed man. Dat hij meeging als the weed guy voor Busta Rhymes en shit. En dan later ook gewoon rap. Hij zit ook op die LP van Busta, The Heist. Je moet hem checken, een van die LP's. Is dope, dope track ook. Maar dan rapt hij ook dus gewoon normaal, hè. Dus hij rapt niet op die pimp shit, maar hij rapt gewoon. En dat is wel leuk om te zien met veel met rapartiesten en zo. Dat ze vroeger een hele andere flow hadden of whatever. En dan ze op een gegeven moment. Ja, maar ze moeten ook natuurlijk hunzelf leren kennen en weten wat ze leuk vinden en zo, whatever. Hey yo, it was the best height since ice. Precise rituals, skated out of Jacobs with the Fruit Loop jewels, holding the navy blue Uzi. Crush groove. Het mooiste wat ik ooit met planten. Oh, het mooiste. Het verhaal was met met Rich. Rich Medina. Ik was in Philly, was ik dus. Een keer weer. En we zitten, we chillen, we drinken wat, relax, whatever. En op een gegeven moment krijg je een belletje en hij zegt tegen me, yo Edman, Gene komt op. Ik zeg, yo, wie is Gene? Gene blijkt dus een soort taco, maar dan vandaar. En Gene die provide alle hip-hop producers, de premiers, de Q-tips, de whatever, met platen. Maar hij is een soort SRV-man, dus hij komt naar je huis. Dus een soort, weet je toch, Albert had to go? Word. Hij is zo'n guy. Dus hij rijdt van beneden, dus Philadelphia zeg maar, onder New York en hij komt van, weet ik veel, North Carolina of whatever. Hij komt dan met de bus komt hij aangereden en dan ging hij eerst langs Rich. En dan gaat hij dan naar al die dingen, boys in Philly. Maar het eerste ging hij naar Rich ging hij toe, want Rich kocht. Yeah. En ik was daar toevallig ook. Dus Rich zei, yo, die guy komt. Ik Gene, what the fuck, Gene. Ja, en dan kwam Gene, kwam, weet je, chappie, boom. Relax, hij komt eens met de klein, misschien met dit komt hij zo, weet je. Boom, boom, ja.
Hij zegt, Ristel me voor je als Ed. Oké, cool. Ed, waar hou je van? Ja, sample shit, whatever. Oh, sample zo? Oké, cool. Wacht, ik kom zo terug. Gaat hij terug met zijn dingen? Ik weet nog heel goed, kwam je met de 7-inch. Maar je moet je verbijten toch? Dus je bent aan het luisteren zoals nu. En bij Taco kan gewoon, yes, dope. Maar daar dacht ik, kut. Ik wil die shit hebben, want het moet niet te duur zijn. Dus hij zei, kut. Ik moet gewoon, ja, cool. Maar in binnen was het van, yeah, shit, what the fuck? Het is dit, weet je, die shit. En hij kijkt me aan. Ik zit daar. Ik denk, ja, kut, ik moet die shit hebben. Dus ik heb volgens mij voor een paar mijlen ook wel echt domme shit gehad. Gewoon, weet je, echt, ja, maar het was echt dope. Het was echt een dope experience. Want we zaten gewoon misschien 2 uurtjes en Rich kocht zijn shit. En dan keek hij naar mij. Ja, Ed, wil je dit hebben? Oké, cool. En we dronken gewoon lekker whisky en een bakootje. En dan ging hij gewoon door al die shit heen. Nou ja, en toen ging hij met gevulde geld weg en wij hadden gewoon dope platen daardoor.